Het gaat ook een beetje over mensen op die leeftijd, nu dat je het zegt. Zo heb ik het nog niet gezien. Ik dacht er meteen aan, toen ik die titel zag, ik dacht van, half weg, en plus de regisseur zit zelf in die fase stilletjes aan. Hè? Maar dat is dus eigenlijk niet het hoofdidee. Nee, maar er is wel iets met die titel, is nog altijd onder voorbehoud, want Mariano en ik, wij hebben schrik van die titel. Sowieso. Het is een titel die ons ja, toch angst inboezemt. En misschien kan dat dienen voor de film. Het blijft wel in het komische genre, maar het is mysterieus, tragicomisch. Het is een road movie. Half weg. Wel, road movie in één huis. Zo kun je het wel zeggen, ja. Allee, vanaf Hasta la Vista hebben we toch wel... de kans om heel veel zelf dingen te doen. Het is nu de moment om ze allemaal te doen. Dus we hebben verschillende projecten opgestart. Ik denk dat we nu op een 15-tal projecten zitten. En halfweg was zo'n project. Waar we met 3, en vooral Pierre, direct op is gesprongen. En is erop gesprongen vanaf eind augustus vorig jaar. En nu gaan we die in juni draaien. Dus het gaat allemaal heel snel. En, komt uit in februari. Een week voor de krokusvakantie. Dat stond ook al vast. Dus dat is super snel. Dus vandaar, ja, half weg, dat ging super snel. Vol een bak. Ja. En hij ging eigenlijk even snel en even vlot als Hasta la Vista. Ik weet natuurlijk dat mensen die films met elkaar gaan vergelijken. Tot op zekere hoogte mag dat ook. Maar film is een beetje magie. Hè. Je weet nooit niet waar je gaat uitkomen. Het idee kwam eigenlijk van jou, of van Mariano, of van Pierre? Of? Eerst van Mariano, dan van ons samen, dan is Pierre erop gesprongen. En dan is aan werk van ons drie, want het is wel Pierre die het scenario helemaal schrijft. Want het is echt een project van ons drie. Ja. Gelijk Hasta la Vista was. En wat was het idee eigenlijk? Wat wou je... als ik jouw films bekijk, je hebt een manier om soms zware onderwerpen op een lichte manier bij de mensen te brengen. Is het die maatschappelijke ondertoon hier ook in? Ja. Hoewel dat hem niet direct aan de oppervlakte komt en ik vind het ook niet echt nodig om daarmee de film, de mensen naar de zaal te krijgen, dat hoeft ook niet. Het is weer een buddyfilm. Maar er zit zeer zeker een heel zwaar maatschappelijk thema in verwerkt. Maar het is niet zo duidelijk en ik vind ook niet dat dat moet. Want ik zeg nog altijd, de film is in de eerste plaats gemaakt voor iedereen. En ik wil niet alleen mensen die maatschappelijk gevoelig zijn aan de zaal trekken, want die zijn al overtuigd. Dus vandaar ook dat we met Hasta la Vista in het begin ook niet de kaart hebben getrokken om al de mensen in de zorgsector aan te spreken, maar iedereen die op zoek is naar avontuur en seks. En, voilà. En het is weer een film voor iedereen die op zoek is naar seks. Het is op zoek naar iedereen die graag zijn leven ordent en die graag wil geloven dat hem zelf alles kan oplossen. We gaan altijd van iemand anders af en alles wat je doet, dat is eigenlijk toch nog moeilijk. Ik denk dat voordat ik met Hasta la Vista begon, wist ik het ook nog niet zo goed. Het gaat ook over een film van wat laten achter en wat is uw verantwoordelijkheid en op welk moment kun je alles nog goed maken. Daar gaan we het over. Oeh, ja, midlife crisis. Ja, je begint alles op een rijtje te zetten en je hebt er zwaar van. Dat is eigenlijk nog een goed idee, als ondertitel midlife crisis. Ja.